harte welkom op deze nieuwe muziekavond vanuit Christelijk Gereformeerde Bethelkerk hier aan de Kerkbuurt in Sliedrecht. Fijn dat u weer met ons verbonden bent en bij ons bent. Wij hopen vanavond samen met elkaar en met u weer mooie muziek te maken. We gaan samen psalmen en liederen zingen en ook naar muziek luisteren. En dat wordt allemaal mogelijk gemaakt door een hele batterij aan technici aan mijn linkerhand. U kunt ze niet zien. Er zitten Robert en Artjan en Gerco en Laurens. Zitten daar om het beeld en geluid goed bij u thuis in de huiskamer te brengen. Rens heeft u al gehoord, die speelt piano. Straks komt ook Bas nog, die trompet zal spelen. En samen met Marioke hoop ik deze avond voor u te presenteren. En er zit ook nog een hele batterij aan zangers en zangeressen klaar, die we steeds aan u voor zullen stellen. De herders, die gaan we vanavond volgen. En die hielden de wacht bij de schapen. En die schapen waren bestemd voor de offerdienst in Jeruzalem, in de tempel. En zo waren ze in afwachting van de komst van de Heer Jezus, van het Lam. En juist aan hen, als eerste, maakt de engel, de Heere, de God de Vader, bekend dat het kind Jezus geboren zou worden, de zaligmaker, die alle aardse offers overbodig zou maken, omdat hij zelf het Lam is dat de zonde van de wereld wegneemt. Gaat u vanavond met ons mee naar Bethlehem, al zingend en mediterend, naar de vorst en laten we hem aanbidden, die koning.
Wij willen vanavond het kerstverhaal vertellen door de herders te volgen. Aan hen wordt als eerste de geboorte van Jezus bekendgemaakt. De verlosser die al door Jesaja werd voorzegd. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Iemand schreef eens, als onze grootste behoefte informatie was, zou God een onderwijzer hebben gezonden. Als onze grootste behoefte technologie was, zou God ons een wetenschapper hebben gezonden. Als onze grootste behoefte geld was, zou God ons een econoom hebben gezonden. Maar omdat onze grootste behoefte vergeving was, zond God ons een verlosser. Hebben wij ook al persoonlijke behoeften gekregen aan een verlosser? In de volgende liederen zingen we over de verwachting van de komst van de verlosser. Thank you.
En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. Hier in vers 8 lezen we over een herder die de herders die de wacht hielden bij een slapende kudde. Het herderschap was in de tijd van de Bijbel geen populair beroep. Als herder werd je vaak met de nek aangekeken. Maar juist aan deze mensen wil God als eerst bekendmaken dat zijn zoon geboren is. God komt naar het uitschot van de maatschappij. Hier zien we dat God niet de mensen met een hoge status opzoekt, maar de nederige en verstotene. God zoekt mensen op die in het donker zitten en hij wil weer licht brengen in hun leven. Misschien zit u nu figuurlijk in het donker en kijkt u verlangend uit naar het licht van God in uw leven. Laat dan het kerstevangelie en de liederen die we zingen tot zegen en troost mogen zijn. Thank you.
En zie, een engel van de Heere stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen, en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal. Het leek zo'n gewone nacht, met gewone schapen en gewone herders. Een nacht net zoals andere nachten, jaar in, jaar uit. Maar God bracht daar verandering in. God had al lang geleden beloofd dat hij een verlosser zou sturen. En God gaat die belofte nu waarmaken. God maakte van een gewone nacht een buitengewone nacht. In de donkere nacht bracht God het licht. Zo werkt God. God komt in het gewone, in de dagelijkse dingen, omdat zijn macht dan het heerlijkst tot zijn recht komt. God is zo genadig dat hij heel laag afdaalt om ons zijn zegen te geven en om ons weer bij hem terug te brengen. Wat hebben wij toch een heerlijke God. Laten we God alle eer geven voor zijn machtige werk. Annette en ik gaan voor nu Stille Nacht zingen en daarna Psalm 67. Thank you.
verder lezen over de herders in Lucas 2. En de engel zegt tegen de herders: heden is voor u in de stad van David de zaligmaker geboren. Hij is Christus de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. Nou, erg gedetailleerd was de aanwijzing van de engel niet. In de stad van David, Bethlehem, nou ja, dat was wel duidelijk, maar liggend in een kribbe, dat kon op zoveel plaatsen in Bethlehem zijn. En bordjes zullen er wel niet gestaan hebben, denk ik, naar de plaats waar de Heer Jezus was geboren. Maar toch gaan de herders meteen op pad, dat zullen we straks zien. En zouden ze dat doen, denkt u, om te kijken of het waar is wat de engel zegt? Dat denk ik niet, want dat zou ongeloof zijn. Maar de herders laten hier echt geloof zien. Want we zien straks dat ze op zoek gaan naar de zaligmaker, want dat was ze verteld door de engel. Hun geloof steunt op het woord van God zelf. Gelooft u het? Dat de zaligmaker ook voor u is geboren? De engel zegt: heden is voor u in de stad van David de zaligmaker geboren. Ja, zegt u, als ik die engel nou eens bij mij zou krijgen, ja, dan zou ik het wel geloven. Dat zou veel makkelijker voor me zijn als er naast mij nu een engel komt staan die mij dat ook vertelt. Denkt u dat echt? Denkt u eens aan Zacharias, die ook een engel naast zich kreeg en hij geloofde er helemaal niets van. Wacht u dus maar niet op een engel of op een wonder of op een ander bijzonder ding, maar vertrouwt u op het woord van God. Het woord is nodig en het geloof. En dat woord, de Bijbel, die heeft u in huis. Of als die u misschien niet in huis heeft, dan nodig ik u van harte uit om hier in de kerk een Bijbel te komen ophalen. En bid ook om de Heilige Geest om het geloof in u te werken. Dat Hij, de Heilige Geest, met zijn onweerstaanbare werking uw ongeloof en uw onwil zal doorbreken. En de herders, die gaan naar Bethlehem stal, in de stad van koning David. Leanne en Jolijn gaan het voor u zingen. Thank you.
De boodschap van de engel was nog niet afgelopen. Want er staat in vers 13 en 14... Plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. Wat een overweldigend moment moet dat zijn geweest. Een grote engelenmacht die uit volle borst zongen tot Gods eer. Misschien zijn we wel een beetje jaloers op de herders die zoiets mochten zien van de hemel op aarde. Wat kunnen we verlangen naar vrede? In ons hart, in ons leven, op aarde. Deze vrede wil God ons nu ook nog schenken. Het gedicht wat ik nu hoop voor te lezen is een gebed om Gods licht in ons leven. Nu de nachten langer worden, kouder, banger. Nu de dagen schraler worden, de mensen tasten naar wat liefde is. Snakken wij naar een woord van u, een open deur waardoor gij binnenkomt. Turen wij naar de dag van morgen. De dag van morgen, ach wanneer. Breek bij ons in, o God, die liefde zijt, en zij in ons uw licht. Samen met Harold hoop ik nu het lied Hoor de engelen zingen de eer te zingen. Amen.
En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten wij nu naar Bethlehem gaan en het woord zien dat er geschied is, dat de Heer ons heeft bekendgemaakt. En zij gingen met haast en ze vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. De engelen lieten een heerlijke hemelse zang horen. En ja, wat moet dat zijn geweest? Ik stel me zo voor dat ze verbaasd en misschien wel met een open mond hebben staan luisteren. Midden in die nacht. Ze zullen er wel even van bij hebben moeten komen. Even stilletjes moeten gaan zitten of even alles laten bezinken. Maar nee, want we hoorden ze tegen elkaar zeggen, laten we naar Bethlehem gaan om te zien dat het naar het woord wat er geschied is. En ze gingen met de haast, staat er. Het geloof dat we al eerder ontdekten bij deze herders, trekt hen als het ware als een magneet naar die kribbe toe. Het is onweerstaanbaar. Die kribbe waarin hen is beloofd dat daar de zaligmaker te vinden is. En die verwachten ze. Dat is geen onbekende voor hen. Ze redeneren niet, want dat zou het ongeloof doen. Ze geloven het woord en ze gaan op pad. En ze sporen elkaar aan. Geen van die herders blijft achter bij de kudde. En ze laten zich ook niet weerhouden door allerlei bezwaren. Oh, die kudde blijft alleen, of het vuur gaat misschien wel uit, of er komen wilde dieren. Kunnen we het wel vinden? Zijn we wel welkom? Is de deur wel open? Allemaal niet. Ze gaan op weg, ze laten alles achter en ze verspillen geen minuut. Ze gaan op pad, midden onder hun werk, in hun werkkloffie, zonder cadeautjes, zonder zichzelf eerst geschikt te maken voor het bezoek aan deze baby. En de Heer Jezus zegt later, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. De deur bij de kribbe staat open en de toegang is vrij. Weet je, God ziet je graag komen zoals je bent en met lege handen. Want hoe kan God je nou vervullen als je nog vol bent van jezelf, van je eigen wijsheid en van je eigen onwil en je eigen ongeloof? God vraagt één ding van je, je hart. Een Engelse dichteres schreef eens een gedicht dat later op muziek is gezet en dat gedicht heet In the Bleak Midwinter. En ik lees u de Nederlandse vertaling van dat lied. En dat is, wat kan ik hem geven, arm als ik ben? Die herders hadden helemaal niets. Als ik een herder was, dan zou ik misschien een lam kunnen brengen. Als ik een wijze man was, dan zou ik mijn deel kunnen doen met mijn wijsheid. Maar wat ik kan, dat geef ik hem. Ik geef hem mijn hart. Henriette en Nathalie zingen nu voor u eeuwenlang geleden en komt verwonderd u hier met ze. Thank you.
ze weer verder in Lucas 2. En toen zij het kind, gezien hadden, maakten zij overal bekend het woord dat hun over dit kind was verteld. En alle die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze dingen in haar hart. Ja, de kerstboodschap. De kerstdagen zijn bijna weer voorbij. Wat doen we eigenlijk met de kerstboodschap? Wat doet u ermee? Wat doe ik ermee? Hier in het stukje wat ik net las uit Lucas 2 zien we twee voorbeelden van hoe mensen ermee om kunnen gaan. Het eerste voorbeeld geven de herders. Ze gaan terug naar hun werk en ze vertellen iedereen die ze tegenkomen over het kind dat zij gezien hebben. En zo geven ze het licht door wat ze zelf eerder die nacht hebben gezien. En zo is het ook onze roeping om een lichtend licht te zijn in deze duistere wereld. En in deze donkere en in onzekere tijden om Gods licht te verspreiden. Het tweede voorbeeld hier is Maria. Die heel stilletjes al die woorden in haar hart bewaart. Als een kostbare schat bewaart ze het in haar hart. En naast de verspreiding van Gods woord moeten ook wij stille tijd voor onszelf zoeken. Tijd om na te denken, om het allemaal tot je door te laten dringen. Om Gods woord te onderzoeken, om te luisteren naar zijn stem en om te bidden. En om ons af te vragen wat God ons te zeggen heeft. En dat vraagt om bezinning, om gebed en om het onderzoeken van de Bijbel. Annette en ik zullen nu het lied zingen, Stil, mijn ziel, wees stil. En daarna wordt er nog gezongen het lied, Maak ons tot een stralend licht. Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang.
We hebben al zingend en mediterend de herders gevolgd en we zagen het werk dat ze deden, het hoeden van de schapen die voor de offerdienst bestemd waren in Jeruzalem. We zagen hun geloof in het woord van God dat de engelen hen vertelden en we zagen ook de haast waarmee ze kwamen en op zoek gingen naar de kribbe en naar het kind. En we zagen ook hun blijdschap toen ze de zaligmaker hadden gevonden en weer terugkeerden naar hun kudde. Er was door het geloof in de zaligmaker vrede in hun hart gekomen. Vrede met God, dat is de vrede van kerst, de vrede van Christus, gewerkt door de Heilige Geest. Die vrede wensen wij u ook toe, vrede in je hart, want die vrede die verduurt alle omstandigheden. Want die vrede die is van en wordt gewerkt door God zelf en is niet onderhevig aan dingen die op de aarde gebeuren. Door het volbrachte middelaarswerk van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, onze zaligmaker. Nog 2 liederen en dan sluiten we dit muziekuur weer af. Bedankt voor het kijken, fijn dat u bij ons was en graag zien we u weer een volgende keer bij ons terug. Dat zal waarschijnlijk, beleven en welzijn, ergens eind januari zijn. Houdt u onze website van de kerk goed in de gaten, dan kunt u daarop lezen wanneer dat weer zal zijn. Deze uitzending kunt u straks nog eens nakijken. Hij komt straks bij de video's op ons YouTube-kanaal. En dan kunt u nog verder nagenieten van deze avond. Samen met Harold zing ik nu de laatste 2 liederen. Ga nu heen in vrede en tenslotte zingen we het Ere zij God.
Ten slotte zingen we Ere zij God en Bas speelt daarbij op de trompet.